Like deze video sneller dan dat Siren Head in beeld staat. Het is een onmogelijke like challenge, want de like challenge begint nu. Oh my gosh. Waar is Siren Head? Hij was hier net nog. Oh, daar is die. Oh, nee, dat is geen Siren Head. You are kidding me. Oké, like sneller dan dat ik voor Cartoon Cat sta. Daar is die. Siren Head. Oh my gosh. Dat is zo creepy. Dat is sowieso de meest realistische Siren Head die ik ooit heb gezien in Roblox. Oké, dit is echt een amazing spel. Want in dit spel komen wij erachter hoe het is om te leven als een creepypasta in Romygosh. Nee, niet in Romygosh. In Roblox. En laten we gelijk beginnen met het allereerste karakter wat wij willen zijn. Oh my god, dat is sick. Dat is by far een van de meest epische karakters die ik ooit heb bestuurd in Roblox. Oh my gosh. Zeg maar, alles aan dit karakter is zo accuraat op hoe die er in het, nou, in het echt, hoe die er zeg maar uit zou zien. Zeg maar, Siren Head is een creepypasta, right? Dus het is eigenlijk een fictief wezen. Hij zou niet echt bestaan. Hoop ik. Nee, hij bestaat niet. Maar in Roblox in ieder geval wel. En zo waarschijnlijk ook wel in wat andere videogames. En het is zo raar om te spelen als zo'n karakter als dit. Dat is echt werkelijk waar bizar. Het voelt ook heel raar, want normaal, als je in Roblox speelt, ben je super, ja, niet super klein, maar je bent een stuk kleiner dan dit. Echt, dit is gewoon 20 keer zo groot. Dus je hebt ook letterlijk het idee alsof je gewoon Roblox kan opeten als ontbijt of zo. Het is echt insane. Het volgende karakter wat wij hebben. Wow, die is een heel stuk kleiner. Maar dat is Cartoon Cat. En Cartoon Cat is meestal niet alleen, maar is vaak samen met Cartoon Dog. Het zijn allebei best wel enge creepypasta's. En vooral de tanden van Cartoon Cat maken mij een beetje bang. Ga naar de tandarts, jij! Nee, niet om die reden. Niet omdat het er slecht uitziet of zo. Maar meer van, ze zijn best wel scherp. Like, legit. Het zijn hele, hele scherpe tanden. Nou, dat is in ieder geval Cartoon Cat. Het is gewoon super leuk om te spelen als creepypasta's die je normaal gesproken alleen maar in enge Roblox games tegenkomt. Maar dat je ze dan nu ineens zelf mag besturen. Dat is zo dope. De volgende is de Bridge Worm. En oh my gosh. Deze is by far de allerengste die ik tot nu toe heb gezien. Like, legit. Deze is echt terrifying. Ik ga gewoon snel door naar de volgende, want dit wil ik niet langer zien. Dit is de creator. En de creator is best wel een interessante, want dit zou namelijk de maker zijn van dit spel. Of van deze creepypasta's. Eén van die twee in ieder geval. Ik bedoel, hey, dat is wat ik op het internet las. En wauw, ik moet zeggen, hij heeft een extra maskertje bij zich. Wat een voorbereiding. Nee, dit is echt oh, dit is zo eng. Ik vind dit echt een heel eng karakter. Ik vind het vooral eng, omdat je natuurlijk niet weet wie er achter het masker zit. En je kunt dan, je kan het zien! Oh my gosh! Check dan! Ik kan het letterlijk gewoon checken. Er zit echt gewoon een noob achter. Sorry dat ik het zo zeg, maar ik had echt een soort van bloeddorstig beest verwacht. Maar dit is best wel een soort van normaal of zo. Ik kan het bijna niet zien aankomen. De volgende, dat is de Roadkill. En dit is een best wel creepy beest. Ik weet eerlijk gezegd niet exact wat ik moet voorstellen. Maar het is eng en ik denk dat iedere masseur bang zou zijn voor dit beest. Ik bedoel, zie je dat er voor je, dat je iemand moet gaan masseren, weet je wel, iemand zijn rug. En dat dit beest binnenkomt gewandeld met zulke spikes erop. Het is vreselijk! Het is terrible! Nee, daar word je niet vrolijk van. Er zijn trouwens ook speciale soorten tools te krijgen in dit spel. Het volgende karakter, dat is dit. En to be honest, ja, ik vind hem best wel episch. Het is een soort van mens spin. Alleen dat naampje al. Mens spin. Nee, dit is echt terrible. Dit is echt super eng. Een van de dingen die dit wezentje heel goed kan is, oh, het is ook zo eng, hè. Zeg maar, normaal gesproken, als ik Siren Head ergens zie lopen in Roblox, is mijn reactie, maar nu is het gewoon, hey, mede creepypasta, hoe is het met je? Gaat het goed met mij? Leuk dat je het vraagt. Het is gewoon, het is bizar. Het is gewoon super bizar. Oké, de volgende die we hebben is een hele interessante. Ook gelijk de laatste. En oh my gosh.
Dat is Mothman. En wat is het interessante aan dit beestje? Nou, het spreekt voor zich. Hij vliegt. Laten we daar even mee beginnen. En het is half mens, half mot. Ik weet niet of jullie weten wat een mot is. Een soort van schattig, klein, vliegend knuffelbeertje. Als ik het even zo mag beschrijven. Nee, dit was echt zeker heel erg interessant. Mijn persoonlijke favoriet was toch wel Sirenhead. Ja, oh my gosh. Spelen als... Dit is letterlijk hoe je Sirenhead kunt zijn in Roblox. En het is just amazing. In dit spel hebben we te maken met een van de allerhoogste Roblox gebouwen ever. Maar niet alleen dat. Ook met lava die naar boven stijgt. En schijnbaar is dit niet zomaar een huisje. Dit is het huisje van Sirenhead. Want als er iets is wat je moet weten over Sirenhead, dan is het dat hij ongelooflijk lang is. Dus hij heeft ook de ruimte nodig. Nou, dit zou het huisje van Sirenhead... Oh my gosh! Oh my gosh. Oké, dat was echt super creepy. Ik heb wel het idee dat ik nu met een soort van probleem zit. Want de lava die komt omhoog. En oké, luister. Ik kan op zich nog snel genoeg zijn als ik de trap neem. Nee, dit zou in ieder geval het huis van Sirenhead zijn. En schijnbaar valt de lava het huis van Sirenhead aan. Dat is een soort van wat ik hieruit opmaak. Ja, er zijn tegenwoordig heel erg veel random games. En dit is er vast en zeker één van. Maar waar is... Oh, er zit iemand boven op het dak. Wacht, misschien kan ik er ook naartoe. Ik heb vleugels. Oh my gosh. Dit is sick. Maar waar is Sirenhead's house? Het staat er wel bij. Dit is het huis van Sirenhead. Maar waar is Sirenhead? Ik wil hem hallo zeggen. En ik wil hem bedanken dat ik op zijn dak mag staan. Ergens in dit spel is Sirenhead aanwezig. Maar de vraag is waar? Waar is onze... Oh, daar is die. Ik wou het net zeggen. Waar is onze Sirenhead? Oké, wat kunnen we doen? We kunnen onszelf een klein beetje upgraden. Even een klein beetje ervoor zorgen dat we er klaar voor zijn. Oh, hey. Spider-Man in the building. Spider-Man in the building. Oké, wat hebben we nog meer nodig? Ik denk op zich dat een vliegend tapijt wel van pas kan komen. Like, een vliegend tapijt is toch wel een van die items die echt superieur handig is gewoon. We hebben hier een lekker drankje. Die kunnen we drinken. Ik weet niet wat er gebeurt als we dat doen. Maar ik wil het zeker weten even uitproberen. Oh my gosh. Oké, dat was geen verstandig idee. Ik heb hier een slush puppy. Ja, slush puppies zijn awesome. Ik hou van slush puppies. Slush puppies zijn zo lekker. Niet echt bepaald gezond, I guess. Maar in dit spel wel. Want het maakt je een soort van sneller. Oh my gosh. Ik dacht heel even dat jij er heel eng uitzag. Omdat je rode ogen had. Maar eigenlijk heb je gewoon de schattigste wangetjes ter wereld. Er is een VIP. Oh my gosh. Alleen hoe duur is de VIP? 300 voor wat? Serieus? Voor een goud tapijt, terwijl het normale tapijt gratis is. En voor een pakje. Dat is echt super duur. Oké, Sirenhead, luister. Ik ga jou inmaken en ik heb de beste tactiek ever. Het enige wat jij moet doen, is je moet mij volgen. Goed zo. Ja, goed zo. Exact. Oh, wat? Oh my... Oh, hij kan er niet uit. Of wel? Oh jawel, hij kan er wel uit, maar hij moet via deze kant eruit. Oké, we gaan hem proberen eruit te laten gaan. Kom hier, Sirenhead. Volg mij. Oké, Sirenhead is zojuist niet ontsnapt. Oké, op een of andere manier krijgt hij het niet voor elkaar te ontsnappen. Maar dit is wel echt een spannend spel. Wat gebeurt er als we tegen hem aanvliegen? Oh my gosh, dom idee. Oh my gosh. Oké, dit is een eilandje waar schijnbaar 2 creepypasta's aanwezig zijn. En deze creepypasta's zijn niet zomaar creepypasta's. Dit zijn namelijk Cartoon Cat en Cartoon Dog. En dat zijn toch wel 2 creepypasta's. Oh my god. Ik ben zelf een creepypasta. Wat is er gebeurd? Hey, wat is dit nou weer? Ik word letterlijk... Wat? Ik werd letterlijk gewoon opnieuw naar het spel geteleporteerd waar ik eigenlijk op dit moment al in zit. Oké, weet je wat? Ik ga gewoon naar beneden. Oh my gosh. Oh my gosh. Oké, wie is er sneller? Cartoon Cat of de tumor? Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Ah! Laat me met rust. Laat me met rust. Oh my gosh, dit is zo eng. Cartoon Cat zit achter mij aan. Oké, wacht. Ik ga proberen te ontsnappen via de glijbanen. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Ik moet snel zijn, ik moet snel zijn, ik moet snel... Oh my gosh, dit laat ik op hier. Oké, nice. Ik ben een soort van... Dit is zo spannend. Dit is zo spannend. Oké, ik ben een soort van ontsnapt. Welke mystery glijbaan zou jij kiezen? De blauwe, de rode, de gele. Ik ga voor de blauwe. Let's go. 3, 2, 1. Ik ga proberen snel een ander gezicht te kiezen. Oh, ik ben super blij. Oké, maar waar is Cartoon Dog? Want ik heb geen idee. Oké, Cartoon Cat is daar. En waar is Cartoon Dog dan?
In dit spel zouden zowel Cartoon Cat als Cartoon Dog aanwezig moeten zijn. Maar het is alleen maar Cartoon Cat, you know. Op zich niet zoveel mis mee. Ik ben eigenlijk wel blij dat er geen twee creepypastas tegelijkertijd zijn. Want laten we heel eerlijk zijn, daar zit niemand echt op te wachten of zo. Like voor meer creepypastas in Roblox. En adios. Oh, dit was echt heel creepy.